Hallo allemaal, ik ben Rutger en welkom bij deze hele speciale video. Ik heb op Twitter een aantal hele leuke fanaccounts en ik verbaas me er altijd over hoeveel ze wel niet van mij weten. Sterker nog, vaak heb ik het idee dat zij meer van mij weten dan ik zelf. Dus daarom heb ik vandaag één van die fanaccounts uitgenodigd om samen de Weekend Version Quiz te doen. Dus Nikki, kom er maar bij. En het is een beetje gemeen, want ik heb Nikki geblinddoekt en ze is nog niet eerder in deze kamer geweest, dus... Morgen, het gaat helemaal goed komen. Ja, je bent er bijna. Je bent er bijna. Wacht hier. Nou, kijk, daar is een hand. Kijk, en dan is hier een stoel. Nou, kijk, ik ga helemaal op. Daar ben je. Yay! Nou. Dit is Nikki, maar misschien kan je al eerst even, ja, de grote onthulling. Dus ja, doe je blinddoek maar af. Tadaa! Nou, kijk maar even rond. Dit is, dit heb je waarschijnlijk al vaker gezien. En is het anders? Kleiner. Ja, hè? Ja. Het is niet zo heel erg groot. Dit is dus één van mijn fanaccounts. Nikki, en hoe heet je account? @13eders. Ja, en hoe lang doe je dat nou ongeveer al? Bijna een jaartje. Bijna een jaar, ja. En ja. Nikki maakt echt hele leuke plaatjes ook altijd als het bijna first day is of als het first day is. En allemaal rare, ja, en maar hele leuke, ja, soort collage plaatjes eigenlijk, hè? Ja. We gaan dus zo meteen een quiz spelen om erachter te komen wie mij het beste kent. Ikzelf of Nikki. Maar ja, ik heb de vraag natuurlijk niet zelf bedacht, want dat, ja, dan zou ik alle antwoorden weten. Dus daar heb ik Richard voor ingeschakeld. Hoi, ik ben Richard, de quizmaster van vandaag. Super spannend, jongens. Nou, als ik het goede antwoord denk te weten, dan druk ik hier. Oftewel de hoge tonen. En als jij het weet... Dan druk ik hier. Ja. Nou, dus laten we maar beginnen. This first day, first day. Oké, de eerste vraag. Wat is Virtue's meest bekeken video? Oeh, dat is gelijk. Ik denk Nikki. Oh. Leuk genoeg. Ja, volgens mij is dat goed. Dat klopt. Ja. Oké, sneller. Concentratie. Met wie deed Virtue de fotoboot challenge? Ja, dat snel. Was duidelijk, Nikki. Met Diana. Klopt. Ja. Diana Koozie. Wat voor t-shirt had Rutger aan tijdens de allereerste vertalen? Hoe weet je dat? Dat is een gele zeemansje. Ja, dat klopt. Ruimteschepen zijn gemaakt om te vliegen. Handen omhoog en raak de lucht. Wow, ik wacht even. Even focus, oké. Oké, ik schaam me even down. Wat is Virtue's grootste angst? Dat was weer Nick. Hoogtes. Ja, dat klopt. Ja. Dat is heel onhandig, want ik ben zelf 1,92. Dus ik heb eigenlijk altijd hoogtevrees. Maar die angst die ben je gaan overwinnen. Je sprong van de hoogste duikplank in Nederland. De vraag is, hoe hoog was deze duikplank? 10 meter. Hij was 10 meter. En in geen centimeter hoger, want ik ben er niet echt afgesprongen. Ik liep er meer vanaf. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Maar ik was zo bang dat ik niet eens durfde te springen. Ik dacht geen centimeter hoger dan nodig. Oh, 10 meter. 3-1 of zo? Ik weet het niet. Ik heb niet bijgehouden. Nee, het staat 5-1 zelfs. Huh? Nee, 5, nee, 3-2. Ik heb maar één vraag tot nu toe beantwoord. Dan is het 4-1. Goeie kast. Quizmaster. Oké. Noem één ingrediënt van de pizza die Rutger maakte samen met Francis van Foodgloss. Shit. Volgens die ik maakte of die... Kattenvoer? Jazeker. Oh ja, god. Weet je deze? Nee. Weet je deze? Nee. Weet je deze? Ja. Nee! Nee! Oh, hier word ik echt zo blij van. Oh nee. Maar het is wel duurzame vis. Wat was de naam van de NOS-verslaggever op de YouTube? Rutger. Gert V. Kruin. Dat en dat klopt. Is Rutger Vink door elkaar. Op de Dutch YouTube Gathering. Ik ga hier vandaag verslag doen. Ik ga zoveel mogelijk kijkers en filmpjesmakers, zo heten ze volgens mij, interviewen. En op welke datum was die Dutch YouTube Gathering?
Dat weet ik niet meer. 24 mei. Dat klopt. Nee. Nee, trouwens, het was 25 mei. Nee. Echt? Nee. Zweet je nog? Op mijn papiertje staat 25 mei. Volgens mij wel, ik herinner me ook via Ere en 24 mei in zijn naam staan. Dat klopt, mijn vraag niet, sorry. Volgens mij is het dit jaar 25 mei. Oh, dan is dat het misschien. Nee, 24. Oh. Wat was de 100ste uitzending van Virtue? De trip shop challenge. Ja, met Oma Miep. Hallo, hier is Oma Miep. Het is de 100ste uitzending van de Rutge. En daarom ga ik met Rutge en Denise een meetover maken in de trip shop. Yes. Wie maakte de beauty video over de klusjurk? Rutge. Mr. Lipgloss Lab. Jazeker. Maar mocht je dat allemaal te ingewikkeld vinden, dan kun je me ook gewoon Mr. Lipgloss Lab noemen. Wat is Virtue's lievelingsemoji? Ja. Te enthousiast. Ja. De glitters. Jazeker. Welke video is uitgezonden in RTL Late Night? Rutge. Song Festival video 2013. Welk jaar is dit jaar? 14. Er worden ook heel veel parodieën gemaakt. Dit is een leuke. Hij is gemaakt door een Nederlandse jongen en een Nederlands meisje. En dat gaat zo. Het is leuk gedaan. Mannen met baden, vrouwen met een... Nou ja, goed, hè? Je snapt wat ik bedoel. Is ontzettend populair. Wat was de eerste video waarin we kennis maakten met Oma Miep? Ik denk de Wrecking Ball kerstkoekjes. Dat is fout. Hè? Ze had nog niet per se de hoofdrol. Dat is niet. Oh ja! Van de Dutch You Together. Ja! Het wordt niet aan de deur gekomen. Ja, dat is het. Ja! Oh, inderdaad. 125 euro? Oké, vooruit. Omdat u het bent, 100 euro per persoon. Nee, doe Childijn. Aan de deur wordt niet gekocht. Ik doe lekker alles online. Dag! Ja, toen had ik Oma Miep haar talent ontdekt. Ja. Wat was de eerste 24 Kitchen aflevering waarbij Rutger en Denise de intro zongen? Dat was... Oh, ja, nu... Ja, ik weet het. De Rocky Road. De Rocky Road. De Rocky Road. De ingrediënten liggen klaar. Dus doe een schietgebedje maar. En hoop dat de Rocky Road vandaag lukt. Wat voor petje had Virtue op? Tijdens de Titanium cover video. De blauwe Adidas pet. Jazeker. Show me down, but I won't fall. I'm Titanium. Welk woordenboek geeft de verkeerde definitie van het woord glitter? Nicky. Prisma. Jazeker. Ja. Welke YouTuber doet het erna in Vraag het Ver 3? Echt? Ja. Oh ja. Zijn we met die mama en zo. Ja. Hallo allemaal en welkom in mijn keukentje. Wow, dat kon ik me bijna niet meer herinneren. Welke app gebruikt Rutger om glitters toe te voegen aan zijn foto's? Nou, dit is heel erg gemeen, want dat is een geheim. Ik zou het niet weten. Nee, daar trap ik niet in. Dat is mijn geheim. Dat waren alle vragen. Ik heb zo'n vermoeden. Wie mij het beste kent, maar Richard, wat is de uitslag? Ja, de uitslag is wel echt pijnlijk duidelijk. Nicky heeft heel erg gewonnen. Zoals jij kent mij beter dan ikzelf. Dit was de Weekend Virtue Quiz. Ik ben echt keihard vernederd door Nicky. Nou, je hebt het verdiend hoor. Als je Nicky wil volgen, dat kan op Twitter, @Virtunators. En ja, het is een superleuk account, dus ga zeker eventjes Nicky volgen. Dankjewel. Nou, en dat was het dan voor nu. Vond je het leuk, Nicky? Ja, heel leuk. Ja? Ja, heel spannend, maar... Nou, je hebt het echt heel erg goed gedaan. Dus doe ook even een duimpje omhoog voor Nicky, want het is allemaal natuurlijk heel erg spannend. Want je zit natuurlijk normaal gewoon relaxed te kijken en dan nodig ik je zomaar ineens uit om een filmpje te komen maken. Ja. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je video leuk vond. En heel erg graag tot volgende week First Day. Yes. Doei! Hallo allemaal en welkom bij deze hele speciale 5D-editie van...